De Alexanderkerk van Rinsumageest dankt zijn naam aan de heilige Alexander van Rome, die in de 2e eeuw samen met zijn familie in Rome is omgebracht om zijn geloof. De kerk bestaat uit twee gedeelten. Een tufstenen Romaanse noordbeuk met een rondgesloten koor uit omstreeks 1100. En een gotische zijbeuk uit het jaar 1525, gedeeltelijk in baksteen. Het koor vormt met de noordmuur het oudste deel van de kerk. De omlijsting van de hoofdingang van de kerk is afkomstig uit de afbraak van de IJzinga-staten en is in 1805 in de kerk geplaatst. De zadeldaktoren uit de 13e eeuw werd in 1610 grotendeels vernieuwd.